En zo ziet dat er ongeveer uit. Het lijkt net op populaire games als Call of Duty en Battlefield. Toch is dat niet helemaal het geval, want met Serious Gaming zijn de mogelijkheden veel groter. We hebben onze eigen vegetatie, onze eigen bossen, onze eigen omgeving. We hebben onze eigen voertuigen, onze eigen wapens. Dat is eigenlijk één. En de tweede keuze is dat hier een module in zit waarbij wij alles kunnen opnemen. Wij kunnen ook alles evalueren met dit systeem. 5 personen, 360 staat. Een van de studenten die daarmee aan de slag gaat is Bas. Hij heeft de rol van commandant en geeft daarmee orders aan zijn medestudenten. Je kunt op deze manier vaker oefenen, omdat je het echt al in het echt in de Chinook doet. Nu kun je makkelijker fouten maken ook. De luchtmacht is niet de enige die gebruik maakt van computerspellen. De landmacht en de marine maken er ook al gebruik van. En hoe je het ook went of keert, het blijft natuurlijk ook maar een spelletje. Als je op een gegeven moment in het scenario niet overleeft, kan je respawnen, dus opnieuw beginnen. En het echte gaat het niet meer. Speel je thuis ook Call of Duty? Ik ben niet echt zo'n gamer, maar ik moet zeggen, ik pak het redelijk snel op. Dus iedereen kan het in principe. Dus jij gaat straks Call of Duty halen? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat mijn computer dat niet aan kan.